Beste Amazon Leeuwen, welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag ga ik het weer een keer met jullie hebben over het verkopen via bol.com. Want ik zie dat er nog een hele hoop mensen zijn die fouten maken bij het vinden van hun eerste winstgevende product op bol.com. In deze video ga ik je precies uitleggen hoe je zo'n winstgevend product kunt vinden en wat daarbij belangrijk is. Dus als jij dat wil zien, blijf vooral kijken. Even kort voor de mensen die nieuw zijn op dit kanaal. Ik ben Jasper Leeuw en sinds 2018 verkoop ik al op Amazon. Later ben ik daar ook bol.com bij gaan doen. Inmiddels ben ik helemaal onafhankelijk en heb ik dus geen vaste baan of studie meer. Ik ben echt fulltime ondernemer en op dit kanaal deel ik heldere en eerlijke informatie met jou. Op dit kanaal leer je dus echt alles over het verkopen via bol.com en Amazon en dat helemaal gratis. Dus als jij meer wil leren over het verkopen via bol en Amazon, abonneer vooral op dit kanaal, want daar ga je zeker geen spijt van krijgen. Nou, genoeg over mij, laten we gelijk beginnen met de video vinden van een winstgevend product op bol.com. Wat komt er allemaal bij kijken? Laten we gelijk beginnen. Vaak hoor ik mensen zeggen, hey Jasper, ik heb echt een supergoed idee voor een product. En dan denk ik bij mezelf van, ja, daar gaan we weer. Want dat is vaak heel erg goed bedoeld, zo'n idee. Maar uiteindelijk draait marktonderzoek niet om een idee of om jouw gevoel. Maar het gaat echt om de data die achter het product zit. Wat je gelijk al mee kan nemen is, ga niet op zoek naar een product wat jij misschien leuk vindt. Of wat je van je denkt dat het goed is. Nee, je moet echt kijken naar die data om zeker te weten dat het product ook echt potentie heeft. Want neem maar van mij aan, 80% van jouw hele succes bij het verkopen via bol.com, maar ook bij het verkopen via Amazon, is jouw marktonderzoek. 20% is maar de rest. Want ook al heb jij hele goede productfoto's, een sterk product, alles is eigenlijk gewoon goed. Op het moment dat je niet goed je marktonderzoek hebt gedaan, weet ik zeker dat je geen succes gaat hebben. En dat je dus eigenlijk naar de data had moeten kijken. Want die data is super belangrijk. Die moet gewoon goed zijn. Ik heb nou een aantal keer het woord data laten vallen. De data moet goed zijn. Het klinkt allemaal heel interessant. Maar wat betekent nou eigenlijk de data moet goed zijn? Nou, dat ga ik je nu gelijk laten zien. Stap 1 in het proces van het marktonderzoek is namelijk het onderzoeken van de vraag. En dat is ook gelijk waar die data bij komt kijken. Het is namelijk zo dat op het moment dat je een product wil gaan verkopen, moet je zeker weten dat die vraag er is. Misschien heb je het ooit wel met economie gehad, hè? De vraag en het aanbod. Het aanbod komen we straks nog op, maar allereerst die vraag die moet hoog genoeg zijn. Hoe kun je nou zien of er genoeg klanten zijn die jouw product willen kopen op het platform van bol.com? Dat kun je niet zien door op bol.com zelf bijvoorbeeld producten in te typen. Nee, daar heb je software voor nodig, bijvoorbeeld de software van Riley. Riley is een software die ik zelf ook gebruik en het is een hele sterke software waarmee je eigenlijk in één oogopslag snel kunt zien, oké, zoveel omzet doet deze concurrent, zoveel omzet doet deze concurrent. En op die manier kun je dus erachter komen wat die vraag nou daadwerkelijk is op het platform van bol.com. Om het zo helder mogelijk voor jullie te houden, zal ik het ook gelijk op mijn computer live met jullie delen hoe dat werkt. Dus blijf vooral kijken. Oké, ik zit hier dus nu op de website van Riley. Dat is dus de software die ik gebruik om producten te vinden op bol.com die geschikt zijn. Dit is de website. Ik zal daar later ook nog even wat over vertellen hoe je dat eventueel kunt aankopen en hoe dat allemaal werkt. Maar wat belangrijkste is dat ik dus dit gebruik. En dat we dus ik zit nu op bol.com ook. En daarbij kun je dus hier dit vierkant of deze rechthoek eigenlijk. Dat is puur omdat ik dus Riley heb. Anders dan zie je dat niet. En je ziet dus hierboven dat alles getrackt wordt op deze pagina. Het belangrijkste hierbij is eigenlijk, zoals ik al zei, we gaan de vraag bekijken. Dus we gaan kijken, is er überhaupt genoeg omzet binnen deze markt om hier een product in te lanceren? Nou, zoals je kunt zien, er is hier een product wat gewoon best wel goede omzet draait. €4.000 per maand voor deze barbecuehoes. En hou er bij dit product wel rekening mee. Barbecue spullen zijn vooral in de zomer populair. Dus dit zal waarschijnlijk in de winter een stuk lager zijn. Dus daar moet je wel over nadenken dat het ook seizoensgebonden kan zijn. Maar is het een product wat bijvoorbeeld in alle seizoenen wel gebruikt kan worden? Ja, dan kun je er wel iets meer van uitgaan dat die omzet redelijk consistent zal blijven. Je ziet het al, de vraag hier ligt best wel uit elkaar. Sommige draaien wel wat minder, €500, €58, deze €1300. 1800 hier ook zelfs. Dus er zijn wel een paar die wel echt goed draaien. En jij zult dus ook zelf moeten kijken van, hey, kan ik een hoes op de markt brengen die, waar veel vraag naar is? Deze markt, zou ik zelf zeggen, is niet ideaal. Ook omdat deze resultaten zijn gesponsord. En eigenlijk gesponsorde resultaten, ja, daar ga ik nooit van uit. Want je wil echt zien welke producten staan nou organisch op pagina 1. Wat me wel opvalt is dat deze verkoopt best wel goed. Terwijl het toch best wel een relatief simpel product is. Dus wat je zou kunnen doen, je zou eigenlijk kunnen kijken van oké, dit product, dit soort type hoes,
Dat kan ik ook gaan verkopen, want deze draait 4000 euro omzet en hij heeft niet een hele goede review score. Dit kan zeker nog beter. De titel is niet helemaal perfect, de beschrijving zegt niet zoveel, de foto's zijn al helemaal niet zeggend. Dus met andere woorden, dit product, als je hier op tijd bij zou zijn voor de zomer, zou je hier best mee aan de slag kunnen gaan. Nou, dat lijkt me duidelijk, hè? Jullie hebben dat nu ook gezien. Het liefste zou ik dus zelf zien dat er meer producten op pagina 1 zijn die goede omzet draaien. En dat zie ik hier niet. Dus is dit een ideaal product? Nee. Maar voor jullie is het in ieder geval duidelijk dat het dus gaat om die vraag. En die vraag is dus, hoeveel sales maak je per maand en hoeveel omzet? Zelf zou ik zeggen dat je op zijn minst wel 3 tot 5 verkopers op pagina 1 wil hebben die dus minimaal 2000 euro omzet draaien. Anders is het gewoon niet heel interessant, omdat het dus gewoon te weinig vraag is binnen de hele markt. Dat lijkt me duidelijk, laten we gelijk verder gaan. Oké, dus nu heb je gezien hoe je de software van Wiley kunt gebruiken om die vraag dus op bol te onderzoeken. Nou, wil je hier nou zelf mee aan de slag gaan? Dat kan, helemaal gratis. Hieronder in de beschrijving zet ik een link voor je neer. Als je deze link volgt, kun je de Wiley software voor 14 dagen gratis uitproberen. En de maanden daarna, mocht je het willen houden, krijg je ook nog eens 20% korting vanuit mij. Dus hey, het is een win-win. Ik zou zeggen, schrijf je vooral in voor die software, want het is dus 14 dagen gratis. En dan kun je gewoon vandaag nog starten met jouw eigen bol.com marktonderzoek. Gaan we gelijk door naar stap 2 van dit proces. En dat is eigenlijk kijken naar het aanbod binnen de markt. En wat bedoel ik daar nou precies mee? Nou, bij het economie, zoals ik zei, heb je het ooit ook wel gehad. Het vraag en het aanbod, dat is altijd een samenspel met elkaar. Maar wat er belangrijk is, is dat je goed gaat kijken naar het aanbod op bol.com. Wat hebben ze te bieden? En ook vooral de concurrenten die we dus in stap 1 hadden gezien, die een hele mooie omzet draaien. Wat hebben die nou? Waarom klanten graag bij hun die producten willen kopen? Nou, daar moet je echt achter gaan komen. En daar gaan we dus ook zeker naar kijken. Ik zal weer mijn scherm met jullie delen, zodat jullie kunnen zien hoe je dus naar het aanbod moet kijken. Dan nu eventjes wat uitleg wat betreft het aanbod, zoals ik net ook al zei. Het belangrijkste bij het lanceren van een nieuw product, het op de markt brengen van een nieuw product, is dat je goed nadenkt van oké, hoe kan ik nou onderscheidend zijn binnen de markt? Hoe kan ik nou beter zijn dan die concurrentie? En omdat ik het zo makkelijk mogelijk voor jullie wil houden, heb ik nu even deze concurrent erbij gepakt, want deze doet ook nog een hele hoop fout, wat jij eventueel beter kunt doen. En daarom pak ik dit even als voorbeeld. Nou, je ziet dus, deze draait 4000 euro omzet per maand. Je moet altijd kijken, wat doet deze concurrent goed en wat doet deze concurrent slecht? Nou, wat hij goed doet, is dat hij sowieso een scherpe prijs heeft. Dit is best wel een lage prijs, dus dat is even iets waar je wel rekening mee moet houden. Je kunt hier wel wat boven gaan zitten als je voor de rest een hele hoop dingen beter doet. Maar hou er wel rekening mee dat je niet voor 50 euro zo'n hoes kunt verkopen. Dus die prijs doet hij goed, hij heeft een scherpe prijs. Daarnaast heeft hij qua reviews niet hele goede reviews, maar ook niet gigantisch slechte. Want op bol zie je best wel vaak dat een product 4 van de 5 sterren heeft. Nederlanders zijn eenmaal wat kritischer. Dus dat doet hij niet slecht, maar ook niet heel goed. Ik zou ook zeker kijken wat mensen ook zeggen in de reviews. Handig in gebruik, zeggen veel mensen. Maar hier zegt bijvoorbeeld iemand, de hoes is niet waterdicht. Hey, dat is even iets heel interessants, want dat kunnen we meenemen als we zelf een hoes op de markt gaan brengen. Wij kunnen namelijk een hoes in de markt gaan brengen die wel waterdicht is. Dus dan kunnen we ook in de afbeeldingen en in de beschrijving zetten, waterdichte hoes. Dat staat hier natuurlijk ook in, maar als het niet echt zo is, dan zul je dat ook terug gaan zien in de reviews. En als wij wel eentje op de markt brengen die waterdicht is, dan hebben we die reviews niet. En dan zullen we dus ook kunnen onderscheiden met dit product. Nou, sowieso, deze productfoto's kunnen veel beter. Je kunt echt wel veel meer pijnpunten van de klant aanstippen. Dus mijn hoes is wel waterdicht, is uitwasbaar, ik zeg maar wat. Maar daar moet je zelf wat meer in duiken. Maar het belangrijkste is dat je in die foto's dus dingen gaat noemen die de klant kunnen overtuigen. Dus zeg eens wat over de buitenkant, waterafstotend. Zeg eens wat over de binnenkant. Is het met een elastiek zit erin? Of hoe werkt het precies? Allemaal dat soort dingen kun je allemaal in die foto's wat meer benoemen. Ook hier, je ziet dus dat die opvouwbaar is, maar zet het dan ook in beeld. Dat zijn allemaal dingen die nog beter kunnen. Ook de afmeting in de afbeelding gelijk al. Zodat mensen niet hieronder in het klein hoeven te lezen. Hoe groot is die dan? Gewoon in beeld gelijk al de afbeeldingen is veel beter. Want mensen kijken veel meer naar die foto's. Nou, verder dus de reviews zou je beter kunnen krijgen. De titel, hier staan maar bijna geen zoekwoorden in. Waterdichte barbecue beschermhoes. Maar misschien zijn er nog wel meer zoekwoorden die interessant zijn als je dit product wil gaan vinden. Misschien wil je wel afdekhoes of beschermdeken of iets in die richting. Gewoon allemaal andere woorden die te maken hebben met dit product zouden allemaal nog in de titel kunnen. En ja, die beschrijving, wie heeft er zin om dit helemaal te lezen? Maak kopjes, maak sterke punten. Op die manier kun je echt iets veel beter doen
dan deze concurrent. En dan denk ik ook zeker dat je deze concurrent kunt verslaan. Dus op die manier moet je erover nadenken. Ik hoop dat dit duidelijk was, want het is heel erg belangrijk dat je dus echt gaat nadenken over wat kan ik nou beter of anders doen dan deze concurrent. Zoals jullie net zagen, zijn er dus best wel veel manieren om jouw product te onderscheiden ten opzichte van jouw concurrenten binnen bol.com. Het is echt een hele belangrijke stap en je mag hem ook absoluut niet overslaan. Dus neem hier echt even de tijd voor, denk er eens goed over na. En als je misschien een idee hebt, probeer het ook eens bij wat mensen te peilen, kijken wat ze ervan vinden. En probeer echt op die manier jouw product anders of unieker te maken dan jouw concurrentie. En dan weet ik zeker dat jij hele mooie sales kunt gaan maken op het platform van bol.com. Oké, dan zijn we alweer aangekomen bij stap 3 in het proces. En dat is eigenlijk het product gaan inkopen wat je graag wil lanceren op het platform van bol.com. We weten namelijk dat er genoeg vraag is. We hebben een goed idee bedacht. We hebben een manier gevonden om uniek te zijn binnen de markt. Dus dat hebben we ook helemaal voor elkaar. Maar nu moeten we dat idee ook nog werkelijkheid gaan maken en dus gaan inkopen bij de fabrikant. In deze video ga ik dat niet helemaal uitleggen, want dat is veel te veel informatie voor één video. Maar hier rechtsboven zet ik even een video neer die ik recent heb opgenomen, waarin ik alles uitleg over het vinden van een fabrikant. Dus ga die ook zeker bekijken na deze video, want ook daarvan kun jij gewoon heel erg veel leren. Over leren gesproken, op het moment dat jij meer wil leren over het verkopen via bol.com, heb ik ook nog iets heel moois voor jou samengesteld, iets heel waardevols. Want hieronder in de beschrijving zet ik even een link neer naar een gratis bol.com stappenplan. Ga die ook zeker downloaden, want daarin leg ik eigenlijk stap voor stap uit wat eigenlijk de stappen zijn om die bol business op te gaan zetten. Dus ga dat zeker downloaden, want ik zei al, het is gratis. Je hebt nu geen excuus meer om het niet te gaan doen. Pak echt die kans, want ik weet ook niet hoe lang ik dat stappenplan nog gratis ga weggeven. Ik moet zeggen, er zijn een hele hoop mensen die het al gedownload hebben. En ja, ik weet niet of ik het voor altijd gratis hou, dus ga het zeker downloaden, want nu is het dus nog helemaal gratis. Verder wil ik je vragen om een duimpje omhoog achter te laten als je dit een goede video vond. En heb je nou nog vragen over deze video of over bol.com of Amazon, het maakt niet uit. Laat het hieronder in de reacties even weten, want ik reageer gewoon op elke vraag en ik help jou graag verder. Verder wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video en dan zie ik je in de volgende.